Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze video. We gaan het vandaag hebben over een super toffe VR game die ik recent heb gespeeld. En ik kon het eigenlijk niet laten om mijn ervaring met deze game met jullie te delen. De game heet Propagation Paradise Hotel en het is een survival horror game. De game speelt zich af in een hotel waar rondom een zombie-uitbraak is geweest. Of althans, het is een virus waardoor mensen in zombie-achtige mutaties veranderen. In het hotel zitten nog een x-aantal medewerkers, waaronder jij. Je bent een vrouw genaamd Emily en jouw zusje werkt ook in dat hotel. En die zit uiteraard niet op dezelfde plek als waar jij zit. Jij zit beneden in de keuken, enigszins veilig samen met een collega. Maar het eten begint op te raken en je wilt toch behoorlijk graag naar je zusje toe. Dus wat ga je doen? Je gaat op een gegeven moment toch maar uit die keuken en je gaat de weg zoeken naar boven om samen met je zusje te kunnen ontsnappen. Zodra je de deur opent van de keuken, begint er eigenlijk een survival horror avontuur zoals je die kent van de Resident Evil games. En dan voornamelijk Resident Evil 1 en 2. Er zijn een drietal aan resources die eigenlijk het meest belangrijk zijn om te managen als het ware. Dat zijn je health spray, die kan je bijvullen en jezelf natuurlijk mee healen. Je ammo voor je wapens en de batterijen voor je flashlights, ook niet onbelangrijk. En eigenlijk overal in het hotel liggen deze materialen verstopt. Je kan eigenlijk verschillende kamertjes in. Je hebt voor sommige kamers uiteraard een sleutel nodig die je ook niet zomaar hebt. Je kan laadjes openen, er is veel interactie met de omgeving. En de sfeer in deze kamers is echt top notch. Het geluid is echt zo cruciaal voor de setting en voor het succes van dit spel eigenlijk. Er zijn allemaal kleine kraakjes en je hoort continu het geluid in het hotel waar eigenlijk niks gebeurt, maar waar toch iets leeft of iets doet. En dat zet echt de sfeer en de spanning. Daarbovenop is de staat van het hotel eigenlijk ook nog iets wat perfect op dat verhaal aansluit. Er zijn hele mooie suites, er zijn ruimtes die alleen voor de medewerkers toegankelijk zijn. Er zijn luchtventilatieschachten waarin je en best wel spannende momenten kan meemaken. Maar waarin ook je ineens in een kamer terechtkomt die eigenlijk vanaf de gang niet te bereiken is omdat die dicht is. Maar die kamer is dan nog volledig in verbouwing. Zo kom je verschillende statussen in dat hotel tegen, verschillende locaties die echt wel sens maken. En die de geloofwaardigheid van de locatie echt gewoon een flinke boost geeft. Er zijn behoorlijk wat momenten in het spel die de spanning ook gewoon aardig omhoog gooien. Er zitten niet al te veel vooraf opgezette jumpscares in ofzo. Die zijn zeker aanwezig, maar niet te overdreven veel. Eigenlijk is het in oog komen te staan met de zombies of de gemuteerden. Want er zijn best wel een aantal variaties daarvan. Is al spannend op zichzelf. Soms moet je ineens reloaden, wat je natuurlijk ook met de hand doet in VR. Het is geen knop die indrukt dat het automatisch gebeurt. Ik wil niet zeggen dat je staat te klooien, maar het werkt wel goed qua gameplay. Maar je staat toch even, weet je wel, even te reloaden, nieuw magazijn erin. En omdat dat tijd kost en tegelijkertijd die zombies op je afkomen, bouwt dat de spanning zeker op. Er zijn geen momenten waarbij er onrealistisch veel zombies tegenover je staat. Maar het zijn zeker wel moment waarbij het de spanning behoorlijk doet verhogen. En er komt ook nog eens bij dat zombies die je net hebt neergeknald net zo goed weer opstaan achter je. Terwijl je daar eigenlijk geen rekening mee had gehouden. En dat je af en toe gewoon echt stil moet zijn, moet sluipen en moet proberen niet te schieten. Omdat je daarmee meerdere zombies doet ontwaken. De game bevat ook nog enkele conversaties met NPC's. Iets wat ik op zich best wel vet vind, omdat het wel wat meer het verhaal weet te vormen. Behalve dan dat je gewoon simpelweg naar de bovenkant van het hotel dient te gaan lopen. Alleen vind ik wel dat ik moet benoemen dat de hele setting van het hotel heel geloofwaardig is door het geluid. En wat ik al zei, door de vormgeving van de kamer. Dus gewoon de hele atmosfeer draagt die stukjes conversatie met de NPC's daar eigenlijk zeer weinig aan bij. Omdat de voice acting toch echt wel tergend slecht is. Dat beïnvloedde verder niet echt het plezier dat ik had aan deze game. Maar het is wel het benoemen waard. Want je kan het maar beter weten. I think the door is blocked from the inside. We cannot go through here. What do we do then? I have an idea. Follow me. Wat je ook moet weten is dat de game best wel een flink aantal leuke interactieve puzzels heeft.
Ik denk dat ik daar verder eigenlijk ook niks over wil zeggen, omdat dat gewoon iets is wat je zelf moet ervaren. En dat zeg ik ook omdat de game op zichzelf eigenlijk al niet zo heel erg lang is. Ik heb er om en nabij vrijwel precies 4 uur over gedaan, totdat ik de credits in beeld kreeg. En op zich hoeft een game natuurlijk niet lang te zijn om ook daadwerkelijk goed te zijn. Maar de manier waarop deze game eindigt vind ik toch wel iets te abrupt. Maar ook daar zal ik niet te veel over in detail gaan. Dat zou je gewoon zelf even lekker moeten gaan ervaren. Grafisch ziet de game er eigenlijk gewoon prima uit. Goed scherp. Ik heb de game gespeeld op de PlayStation VR 2, dus op de PlayStation 5. En ik heb de game ook even kort gespeeld op de Quest 3. Ik had niet mega veel dingen die me echt opvielen dat daarin verschilde. Dus de game ziet er eigenlijk op beide systemen gewoon echt wel goed uit. Sowieso is de game eigenlijk op vrijwel elke VR-bril te spelen. Want hij draait standalone op de Quest 3. Maar hij is gewoon op PC VR te spelen. En dus ook op PlayStation. Dus ja, de game is eigenlijk voor elke VR-bezitter goed beschikbaar. En hij is niet duur. Hij duurt natuurlijk ook niet lang. Maar de prijs is tussen de 15 en 20 euro. En ik kan dan eigenlijk ook niks anders zeggen dan dat het dat gewoon waard is. Hou jij van survival horror games? Vind je Resident Evil 1 vet? Hou je van een beetje spanning? Kan je er een beetje tegen? Dan is dit gewoon echt de moeite waard om te gaan checken. Mocht je verder nog vragen hebben over de game, of mocht je zelf een ervaring hebben met de game, deel die dan vooral hier onder de video. Like even de video als je wat aan deze video hebt gehad. Of abonneer op mijn kanaal als je wat meer content en meningen over VR-games en normale games wilt zien. Ik kan het heel erg waarderen. Maar als je het alleen bij een view laat, dan waardeer ik dat net zo. En jongens, dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Later!